België. De volgende heb ik altijd hele grote discussies over thuis. Ja. Want ik vind dat ik ze al wel heb en mijn man die blijft stug volhouden dat ze er nog niet zijn. Maar ik heb kraaienpootjes, of niet? Ja, kraaienpootjes. Moet ik het ook tegen je man zeggen? Ja, zeg maar even. Kevin heet hij. Kevin zegt een beetje kraaienpootjes. Ja, oké, okay. En wat is het? Of hoe komen die daar? Nou ja, doordat je gewoon heel veel lacht. Okay. En gewoon vrolijk bent, volgens mij. Maar wat kan je eraan doen? Kraaienpootjes, ja. Of laat ik het eerst maar uitleggen wat het zijn. Wat het is, zijn de rimpeltjes rond de ogen die door het lachen of door het samenknijpen eigenlijk gaan ontstaan. Minder lachen. Ja. Nee, ja. Ik snap het. En ik neem aan dat je volgende vraag is wat je eraan kan doen. Nou ja, ik zou het wel graag willen weten, ja. Ja, nou, wat je eraan kan doen is meestal is botox. Wat je gebruikt. Nou, er zijn weer drie soorten vormen, maar daar gaan we niet over. Het is botox wat je gebruikt. Tweede, en dat als je dat niet fijn vindt, zou je het eventueel met Pelotero kunnen behandelen. Of bijvoorbeeld met Profilio. Ja. Of met filler. En in sommige gevallen wordt, of nou, het is eigenlijk echt ook wel heel goed te doen, kan je het ook met Plexart behandelen. Okay. Dus er zijn best wel veel mogelijkheden eigenlijk. En botox zorgt ervoor dat het ontspant, waardoor precies, het... Oké, okay, en filler is weer volume. Precies, en Plexart maakt je huid echt strakker. Ja. En, de botox werkt doordat de spier niet meer echt kan samentrekken. En dat zorgt ervoor dat die rimpeltjes eigenlijk weer ontspannen. En wat zou je bij mij doen? Ja, dat vind ik lastig, want het punt is als jij er aan stoort. Maar het zou botox zouden kunnen. Botox zou kunnen. Ja. Oké. Okay. En welke resultaten, wat mag ik verwachten? Nou ja, het resultaat, dat spreekt voor zich. Maar... In principe is het zo dus dat het heel goed te behandelen is. Je moet je wel realiseren dat we gaan natuurlijk niet je hele gezicht helemaal verlammen. Echt, Want het punt is deze spier gaan wij niet behandelen waar je ook mee lacht. Dus dat kan zijn dus dat je toch... een klein beetje toch wat rimpeltjes ziet. Maar het is echt beduidend frisser dat het eruit ziet. En je kan dat ook nog weer met dus de andere mogelijkheden nog... Ja, combineren meer. Eventueel. Ja. En wanneer moet ik dan terugkomen? We spreken al in de wanneer moet ik. Dat maakt niet uit. Okay. Hoe lang blijft het? Ja. Ja. In principe is het zo dus dat je als de behandeling wordt... gedaan. Ja? Geven we gewoon een garantie van 3 maanden. Dat geven we erop. Maar afhankelijk van ook met een filler kan het ook wat langer zijn. Hè? Kan het gewoon 1 jaar zijn. En trouwens met botox ook. Maar hangt er vanaf weer wat we doen. Ja. Oké, okay, duidelijk. Ga ik ervoor, de samenvatting? Ja. Okay. Ja? Goed, heb je last van kraaienpootjes? Net zoals ik daar een beetje last van heb. Dan kan je weer verschillende behandelingen doen. Het meest voorkomende is dan toch wel weer botox of filler wat je kan gebruiken. Maar eventueel de plexorbehandeling zou ook helemaal prima zijn. En dan ziet het er allemaal net iets frisser uit, hoor ik. Dus is goed. Ik denk dat ik ervoor ga. Oké. Okay.